vandaag ga ik eens een keer in een shoppingmall kijken. Ik heb natuurlijk alleen maar in die, die strandtentjes en die andere tentjes gekeken. En nu is het tijd om een keer naar een Balinese shopcenter te gaan. En deze is in Den Passar, daar ben ik dus nu ook. Het was bijna 3 kwartier rijden, maar we gaan wel even kijken. Want het schijnt ook zo te zijn dat in Den Passar dus de prijzen ook lager zijn. Nou, en waar houdt Gerrit nou wel een beetje van? Ja, lagere prijzen. Dus we gaan even checken of dat ook daadwerkelijk zo is. En anders ga ik ook even naar die strandtentjes hier. Ondanks dat hier geen strand is. Dan gaan we gewoon kijken of het hier een beetje druk is. Ik zie al ijsjes. Hou ik ook wel van. Even rondkijken. Allemaal lekkere dingen. Die broekjes, dat is waarschijnlijk niet in mijn maat. Dus dat valt wel weer tegen. Nou, 150.000 roepen, ja. Het zal waarschijnlijk betere kwaliteit zijn dan die troep die ze bij die strandtentjes verkopen. Want ik had 2 broekjes gekocht. Nou, ik deed 1 keer de rits open, toen ik ze had, uiteindelijk. Nou, rits kapot. Ja. Boven kijken wat daar allemaal te beleven is. Volgens mij is dat boven een racewedstrijd aan de gang, want op een veiling kan ook. Het is toch wel apart dat je hier dan ook nog Europees of in ieder geval witte mensen ziet. Terwijl we in Indonesië weer zijn, zou je toch denken dat we dat... eens kijken, dit is wel iets voor mij. Dat vind ik nog wel weer leuk. Goeie stof. Ik heb helemaal niks wits, dus misschien moet ik maar eens een keer voor iets wits gaan. Een maatje M, dat gaat mij niet passen. Hello. No, I'm just gonna look around. But thank you. Thank you. Even zien wat dat geschreeuw allemaal is. Ya, silakan di lantai 2 caranya ya, di lantai 2 silakan. Ya, kita informasikan buat Anda yang sudah belanja saat ini ya, khususnya di area lantai dasar dan untuk lantai 2 yang sudah belanja di fashion selai 30 dan di supermarket senilai Rp150 berkesempatan untuk mendapatkan yang namanya satu kupon undian yang nanti kita undi dalam acara arisan mingguan kita diundi setiap hari Kamis ya. Jadi silakan pengunjung setia Ramadan Bali Mall
Jangan lupa yang sudah belanja menggunakan kartu member kartu Ramayana bisa dicek dalam struktur belanja Anda untuk mengisi biodata mulai dari nama, nomor KTP dan nomor kartu member Anda bisa langsung dimasukkan di kotak undian di bagian informasi ya. Jadi kita setiap minggu tiga orang pemenang yang akan mendapatkan yang namanya hadiah-hadiah menarik ya. Nou, het zijn ook een beetje dezelfde prijzen die je betaalt aan die strandtentjes. Misschien moet ik zoiets maar nemen. Deze is veel te groot, joh. Kesempatan untuk mendapatkan satu kesempatan yang namanya arisan mingguan Ramayana. Oh, er staat Europese maat op. Nou, misschien moet ik dit maar gewoon nemen. Ja, lando. Ik denk dat dit ook betere kwaliteit is. Alleen niet mijn maat. Dat gaat nog wel een probleempje worden, denk ik hier. Ik zie hier wel 43. Ah, wordt lastig, denk ik. Kijk, dit is natuurlijk allemaal een beetje bedoeld voor de locals, niet voor, voor Reddit. Yes, Nee. Rp100.000 aja dari koleksi logonya ya, dari koleksi sepatu logonya maupun speednya, Rp100.000 aja. Kita lagi promo hari ini, acaranya 2 hari ke depan, hari Sabtu dan Minggu. Yang mau lagi promo ibu ya, Rp100.000 aja sepatu sekolah dari merek logo maupun dari merek speednya. Kita obral Rp100.000 aja itu size nya. Dari size 30 buat yang mau SD sampai nanti 35 ya, buat SMP, SMA itu ada, lengkap banget pokoknya. Nah, hier zijn we bij de supermarkt. Komen wat massaal en wat groter. Kijken of hier de prijzen ook een beetje hetzelfde zijn. Ik weet niet wat dit is, maar snack. 40.000. Zou dit chips zijn? Ja, dat denk ik wel. Hé, hey, friet. Leuk man. Kijken, hoe duur is het water hier? Nou, dat is 100 roepjes minder. Nou. €29,50. Dat is de helft minder. Dat is op zijn kop. Nou, laten we dat dan maar eens een keer proberen, of niet? Heb ik vandaag toch al met korting gescoord. Lijkt wel een grote handel. Je kunt wel echt alles kopen. Thee. Koffie. Nee, dit is de eerste keer dat ik zo'n grote supermarkt zie hier. Hier in die kleine supermarktjes heb je een klein blikje cola voor 6500. Hier een fles voor 13500. Oeh, er is weer muziek. Daar houdt mijn YouTube niet zo van. Tot nu aan toe heb ik alleen maar in hotels gezeten en dan heb je wel best wel veel stopcontacten en zo. Maar ik ga natuurlijk binnenkort naar hostels. Dat heb ik al besloten voor mezelf. Ik denk dat de volgende week dat ik alleen maar in hostels ga zitten. En als het bevalt ga ik alleen nog in hostels zitten. Want ja, dat scheelt echt 75% van de prijs. Dus dat is dan wel handig. Zo'n apparaat.
Meestal heb je maar één stopcontact bij je bed. Nou, dan kan ik deze jetsen gebruiken. Kijk, wat kost dat? Nou, een eurotje. Nou, drie. Hier. Dat is geen geld. Dat is geen geld. En ja, als het niet meer past of ik heb het niet meer nodig, diefstraal ik me gewoon weer weg. Ja, zo is ook wel weer. Heel slecht voor het milieu, maar ja, wel goed voor mijn bagage. Ik moet ook nog een backpack kopen. Alleen ik weet niet waar ik die moet kopen. Dat wordt nog wel spannend, denk ik. Kijk, hier heb je ook allemaal slippers. Kijk, deze die kunnen echt niet. Kijk, want als ik erin zit, dat scheelt zoveel ruimte. Dus ik struikel soms ook wel een beetje. Ja, dat is niet fijn. Dus ik moet eigenlijk nieuw hebben. Maar ja, welke maat? Even kijken hoor. Nou, dat is wel klein. En dit is dan keuken 42. Wat heb ik hier vandaan? Ho. Nee, kutje. Ik besluit hem dan eerst in eerste instantie niet te kopen, want ik heb niet zoveel ruimte meer in de koffer. Wat ik dan ga doen, dan zet ik mezelf weer helemaal in de nesten te werken. Dus ik denk dat ik gewoon lekker op de volgende plek doe die ik bezoek. Waarschijnlijk is dat Ahmed. Nou, een leuke primeur. En dan zoek ik daar nog wel een keer voor een stekkerdoos. Dat lijkt me dan het beste, want anders moet ik dat zometeen, als ik weer vertrek, moet ik dat allemaal weer in die koffer proppen. Nou, en ik heb geen plek. Gerrit heeft geen plek meer. Dus of ik moet het opofferen. Misschien moet ik daar zometeen ook nog eens een keer kritisch naar kijken. Maar, kijk hier ook allemaal tassen. Nou, zullen we kijken. 7, tientje. Nee, ja, tientje. Nou, dat is ook niet duur. Deze heb ik uit Polen. Kost ook een tientje. En is bijna kapot. Maar ik moet een backpack hebben, dat is het belangrijkste. Nou, mijn eerste aankoop, fles water, 3000 roepia. Nou, dat is geen geld. Statiegeld, trouwens ook belangrijk te vernoemen, nul. Dus ja, 3000. Ja, lieve mensen, dit was hem weer. Vond je dit nou een leuke video, druk op dat blauwe duimpje. Laat ook een reactie achter, dan weet ik ook dat je hebt gekeken. Dat vind ik weer gezellig. Hey, tot de volgende, laters.